Ali van Kammen van Burgum zocht al langer een nieuwe uitdaging jonker naar Duits gewerkt bij de GGZ in Grijns. Haar creativiteit komt er goed bij van pas. Ze rocht het haar zond een paar mannen op het opknappen van oude meubels die ze verkeert via internet. Nou, het was eigenlijk altijd al mijn hobby. En ik denk, vanaf hier begon mijn droom. Had ik nou meer mij dwaan van wat ik heel erg leuk vind. En toen begon ik te dromen van had ik nog meer meubels kon opknappen en het dan net voor mezelf meer hoor, maar je vergeefje. En zodoende is het idee ontstaan. Misschien eerst een winkel, daar ben ik een psychiek gegaan, maar ja, toen kwam de corona. Dus dat vind ik heel logisch. Dus vandaar dat ik via een website daar begon ben. Er binnen vanzelfs een heel soort 1200 meubels en die kun je net alle keer opknappen. Maar de Burgumse had wel aardig voor eren wat ze ziekert. Wat ik leuk vind om te zieken is meubels die krijgt iets speciaals haar. Dus of houtsnijwerk, of geslepen glas, of echt iets karakteristiek wat het meubel uniek maakt. En wat ik heel erg leuk vind is dat, dat ik de bovenblad bijvoorbeeld mijn hout, de originele houtkleuren waarom dit komen, of bijvoorbeeld lades van de ladekast, dat ik die echt origineel meidje. En dan de rest in een leuke krietverfkleur. Nice klanten uit die directe omjouwing had ze echt al een klant van buiten de provincie. Haar doel is voor eerst om in je meubelstuk in de wikken te verkopen. En dat start ont nota goed. Nou, het rint eigenlijk wel aardig trouw. Zelfs dat het simmers is nou. Maar ik ben heel erg tevreden, wat ik zei ze. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat ik gewoon nou van mijn hobby eigenlijk mee werken, meidje mij. En ik had er gewoon heel veel plezier in. En ik vind het heel erg leuk om te zien dat er dus ik oren mensen binnen die dat echt mooi vinden. Dan is het cirkeltje weer rond.